Bij elke opleiding is het bezitten van een goede taalvaardigheid heel erg belangrijk. De ene student gaat taal heel erg makkelijk af, maar het kan ook zo zijn dat je Nederlands en of Engels nog lastig vindt. Heb je moeite met taal, maar wil je hier graag in verbeteren, dan is de taalspreekuur misschien iets voor jou. Om je een goed beeld te geven wat een taalspreekuur nou precies inhoudt, spreek ik met de docenten Carla Stiekema en Klaas Ruitinga. Wat is een taalspreekuur? Taalspreekuur is bedoeld voor alle studenten die een vraag hebben over taal. Dat kan heel breed zijn dus. Het kan erom gaan dat je een presentatie moet geven en dat eigenlijk heel erg eng vindt. Het kan ook zijn dat je nog moet beginnen aan je opdracht. En ja, het leek allemaal heel duidelijk toen je het uitgelegd kreeg, maar nu je er echt aan moet beginnen, weet je eigenlijk niet waar je moet beginnen. Daarvoor is het taalspreekuur ook. Dan gaan we samen kijken. Wat is nou eigenlijk de opdracht? En dan gaan we daar heel gestructureerd doorheen. Waarom is er eigenlijk ook een Engels taalspreekuur? Er zijn natuurlijk een aantal afdelingen binnen het HVA waar de voertaal Engels is. Maar dat is niet het enige. Er zijn ook een aantal opleidingen die een soort basistoets hebben. Bijvoorbeeld Creative Business. Waarin studenten een toets moeten doen om te bewijzen dat hun basis Engels goed genoeg is. Voor sommige studenten is dat een hele lastige toets. En die begeleid ik ook. Dus het gaat niet alleen om studenten van de Engelstalige opleiding. Het gaat ook om mensen die de reguliere opleidingen doen waar Engels een onderdeel van is. Wat voor vragen kan je dan allemaal stellen? Eigenlijk alles wat met taal te maken heeft. Het kan eigenlijk alle kanten op gaan. Wat zou elke student moeten weten over de taalspreekuur? Ik denk dat het belangrijk is dat het sowieso dat het er is. Want dat weten niet alle studenten. Studenten zijn soms heel verbaasd als ze bij ons terechtkomen van als ik dat eerder had geweten. Ik denk dat het ook belangrijk is dat het niet alleen voor scripties is of voor derde, vierdejaars, maar dat ze al eerder bij ons terecht kunnen. Dat we al vaak hele goede tips kunnen geven voordat ze überhaupt met lange schrijftingen aan de gang gaan. En dat ze eigenlijk met alle taalvragen bij ons terecht kunnen. Maar hoe meld je je precies aan voor zo'n taalspreekuur? Als eerst ga je naar de website student.hva.nl. Als het goed is, zie je nu de AZ-lijst. Zie je deze niet? Klik dan rechtsboven op AZ-lijst. In de AZ-lijst zoek je naar taalondersteuning. Klik hierop. Daarna klik je op de tweede link direct aanmelden voor een taalspreekuur bij studentzaken. Hier vul je in wat voor soort spreekuur je wilt. Als je dat gedaan hebt, kun je nog een voorkeur geven voor een docent en een datum en tijd kiezen. Als laatste vul je al je gegevens in en klik je op opslaan. En zo meld je aan voor een taalspreekuur. Mocht je nou hulp nodig hebben met taal, dan raden we het zeker aan om je aan te melden voor de taalspreekuur.